Ik ben Amber Boks, diëtist bij Diëtist Gorendijk. En ik heb hier een aantal tussendoortjes liggen en daar ga ik een paar tips over geven. Dan ga ik nu iets vertellen over de muesli of de notenrepen. Op het eerste gezicht lijken deze niet zoveel verschillend. Ja, de een heeft een iets grotere verpakking als de ander. Maar op zich zou je denken, ah, prima, tussendoortjes. Als ik ze ga vergelijken, dan heb je bij deze een reep van 25 gram. En in één reep zit al 90 kilocalorieën. En bij deze heb je 40 gram per reep. En in één reep zit al 235 kilocalorieën. Dus als je tussen deze twee repen zou moeten kiezen, zou ik voor deze gaan.